Trainer Henk de Jong, wat maakt dit los in jou? Ja, heel veel. Ook iets ongrijpbaars. Het laatste fluitsignaal gebeurde en toen waren onze supporters, die hoor ik buiten. Maar binnen, we wou eerder ronden. Maar dat kon niet, maar het was wel een ontlading. Het is zo mooi voor onze club en wat we meegemaakt hebben, vind ik echt... echt speciaal. Oh, niet alleen bij mij, ik denk heel Leeuwarden. Ja, bizar. Het is gewoon bizar wat er vanavond gebeurd is na de wedstrijd eigenlijk. Ze staan hier al vanaf het eerste fluitsignaal volgens mij. Ja, en die ontlading die was bij ons, maar die was ook bij de supporters en dat is fantastisch. Je ziet hoe de mensen het gemist hebben, dat ze zo massaal hier komen voor jullie. Dat is echt ongelooflijk, denk ik, hè? Ja, maar dat was denk ik ook wel te zien toen we in het bordes opkwamen. Ik zeg, het zal nog wel een paar keer gebeuren dit. Ah, het is zo leuk, maar ook als ik hier buiten liep of ik liep naar de auto, dan spraken ze me aan. Ik heb contact met een aantal jongens. Maar hoe dit vanavond weer gegaan is, ik hoop dat het echt positief is. Maar dit is grote complimenten waard, hoor, hoe onze supporters dit doen. Op een gegeven moment dan roep je ze wel op om naar huis te gaan. Dat gaat wat tegen je eigen geweten in, volgens mij. Hè? Ik wil wel de hele nachtfeest vieren met de jongens en meiden. Ja, maar er stonden ook allemaal meiden tussen. Maar ik wil wel de hele nacht Polonaise lopen, maar dat kan even niet. En als we dat goed doen, als we het nu goed doen, en we kunnen ook nog kampioen worden. Maar dan kunnen we misschien in mei iets heel unieks doen. Maar dat moet wel kunnen. Hè, maar dat zou geweldig zijn. Het was een moeilijke wedstrijd. Moeten we het daar nog over hebben? Of, Prima. Ja, ik vond dat Helmersport het heel goed deed. En wij hadden daar eigenlijk geen antwoord op. Ze voetbalde het positiespel is heel erg goed. Alleen wij zijn dodelijker voor de goal. Nou werden de dingen al even benoemd van de sportieve revanche natuurlijk. Speelt dat dan vandaag nog mee in zo'n wedstrijd? Dat je zoiets hebt van, goh, dit is toch gerechtigheid? Ja, bij mij niet, maar bij andere spelers denk ik wel. Dus wat vorig jaar gebeurd is, daar deden we na de uitspraak van de rechter al niks meer aan. Dus, maar het is wel knap dat we het nog een keer doen. Waar heb je nou het meeste van genoten vanavond? Hoe trots ben je? Gewoon van alles. Van iedereen. Van onze club. Dat vind ik mooi. Is het besef al een beetje ingedaald van wat je hier nou hebt gepresteerd? Want het is toch echt heel bijzonder, hè? Ja, maar dat is wel. Maar daar ga ik mezelf niet op mijn bos slaan. Ik mag een beetje leiding geven aan een hele groep mensen. Maar dit doen we met z'n allen. Dit is van supporters tot medewerkers, tot vrijwilligers, tot directie, tot spelers, medische staf. Dit hebben we gewoon met z'n allen gedaan. Ik mag dan een beetje de interviews doen. Wat ga je nu doen? Bier drinken. Ik heb een stuk of 5 gehad.